ook columnist met Financieel Dagblad en toezichthouder bij een aantal media en culturele organisaties. En ook in het land van toezicht willen we graag deze frisse wind van meer zicht op een nieuw uitzicht verder met elkaar aanwakkeren. Ik vond hem heel informatief. De Van Ellefabriek vind ik een fantastische locatie. Daar had ik veel over gehoord, was ik nog niet eerder geweest. Don't let the perfect be the enemy of the good. Stil te staan en goed naar jezelf te kijken van hoe ben ik daarin? Want uiteindelijk kom je als individu in een raad van toezicht. En is het ook de kunst om je eigen ruggengraat te weten en daarbij te blijven. Ik hoop dat we op tijd inzien dat we de wereld echt anders gaan organiseren. En dat toezicht daar een bijdrage aan kan gaan leveren in plaats van een belemmering.